dat niet een van de problemen met veel van de Marokkaanse jongeren vooral? Ze zijn zo snel beledigd. Ik snap wat je bedoelt. Ik heb vorige week een aflevering gemaakt over profvoetballers. Voetbal. Daar zat het ook heel erg in. Ja, de trainer mag niet ten overstaan van de groep kritiek geven. Het zijn gevoelige jongens. Het zijn emotionele jongens. Hoe kan dat? Dat is een stukje trots. Dat is een stukje achtergrond. En dat is ook opvoeding. Ik denk dat het ook dus wel, de manier van opvoeden maakt die jongetjes zo. Ja, ik hoop dat de nieuwe generatie ouders, zeg maar mijn generatie, wel ook aan hun kinderen meegeeft dat trots je heel vaak ook in de weg kan zitten. Ja.